Escape rooms zijn redelijk populair tegenwoordig en wij gaan vandaag proberen te ontsnappen bij de kerstman zijn werkplek. Welkom bij deze nieuwe video, dames en heren. Super tof dat jullie kijken. Mijn naam is Mika en vandaag gaan we ontsnappen bij de kerstman zijn werkplek. Het is Escape Simulator en dat is een soort van escape room game waar we dus moeten ontsnappen door middel van clues te zoeken in een kamer. We hebben een kwartier de tijd en meer is het niet. Dat is wat het helemaal is. Als je er veel zin in hebt en je vindt escape rooms leuk, laat even een like achter. En dan laten we er gewoon induiken, weet je. Laten we er niet langer op wachten. Laten we er direct induiken. Uit. We zitten dus nu in de kerstman zijn werkplek. En we moeten eigenlijk niet wachten. We moeten meteen gaan beginnen. Wat zien we allemaal? We moeten waarschijnlijk dus deze deur openmaken. En get letters. Dat zal waarschijnlijk de hint zijn. Die wil ik niet gaan gebruiken. We hebben hier. Oké. We hebben hier dus allemaal codes voor bepaalde soorten materialen en wat voor soort type speelgoed het is. Get letter. Dit is trouwens de hint, merk ik nu op. Letter. Lieve kerstman. Het speelgoed wat ik wil is een stoomtrein dat hout kan dragen en kool en mensen. Het houtwagonnetje mag niet na het koolwagonnetje zijn. En het personenwagonnetje mag niet naast het koolwagonnetje zijn. Kerstman, alsjeblieft verpest deze opdracht niet, Robin. Het is een beetje moeilijk om het anders pad te doen, maar oké. Liggen hier nog wat dingen? Een teddybeer, een train wagon. Oké, die moeten we waarschijnlijk hebben. Een train wagon moeten we ook waarschijnlijk hebben. En hier liggen ook nog een train wagon en een train wagon. En nog één in. Holy guacamole. Hier nog één en een locomotief. Er liggen hier heel veel. En cookies. Hey, cookies. Oké, dat is lekker. Oké. Waarmee gaan we beginnen? Want dat is wel belangrijk. Oké, create a toys quality. Nou, wat moeten we doen? Want we moeten dus nu een train wagon maken. Dus laten we beginnen met een locomotief. Dit lijkt op de personenauto. Of de personenwagon. En hij zei, de personenwagon mag niet naast de koolwagon zijn. En het hout mag niet achter de kool zijn. Dus als we de kool. Oh, dit is moeilijk. We hebben hier allemaal laadjes nog. Er zal niet heel veel in liggen, gok ik op. Blokkaas. Hey, misschien kunnen we dat bij die muis hier neerleggen. Ik denk dat dit een muis is. Hey! Een token. En dat zijn dan van die secret-achtige dingen. Dit ziet eruit als een ander wagonnetje. Hier hebben we ook nog een locomotief. Laten we die locomotief voorop zetten. Dan is dit een ander deel hout en kool. Dat is hoe ik gok wat het is. We hebben verder in deze laadjes niks zitten. Hebben we nog meer letters? Get letter. Oké, we hebben nog een letter. Wat is dit dan? Oh, hier staan waarschijnlijk codes op. Kijk, we hebben dus codes. We hebben X04, dus dat is dit. Een plush. Dus dit is iets van stof. En we hebben hierin een 5W2. Dus hij wil dus een beer hebben. Dus hij wil deze beer hebben. Alleen hij moet waarschijnlijk door de quality check heen, want hij ziet er kapot uit. Hoe doen we dit? Hoe doen we dit open? We moeten ook een code hebben om dat open te doen, gok ik. Maar hoe kunnen we die beer verzenden dan? Wat is dit? Maar wat zien wij hierin? We zien hier niks. Of wel? Huh? Nee, ik denk het niet. Blueprint. Cadeautjes. We hebben niet heel veel tijd meer. We moeten wel opschieten. Een hamer? Laat die maar verliggen, denk ik. Oh, dit is de koolwagon. Bam! Ja, oké, een toybox. Hoe de heck doe ik dat ding open? Hoe doe ik dit weg? Oh, dat is de trashcan. Oh, nee, dat moet niet in. Hoe stuur ik deze op? Ja, maar allemachtig, dat weet ik niet. We moeten deze deur open zien te krijgen. Oké, waarschijnlijk moeten we dat dus hierin mee fixen. Daar. Zien jullie daarboven dat vier? Die vier dingen? Kijk, misschien kunnen we daar naar kijken. Moeten we ze een klein beetje afstellen. Om dus die code te krijgen van de sterren. Oké, dus naar beneden, rechtsboven, boven en boven. Dus naar beneden. Naar zo.
Naar beneden, naar boven. Dus waarschijnlijk dit. Gaat die flap open? Nee, shit. Oh, hij gaat echt meer schuin. Ja, maar dat doet hij al. Ja, oké, we hebben hem nu. We kunnen de deur openmaken en deze gewoon lekker wegsturen. Adios. Woe. Kijk. Is dat de eerste die we gedaan hebben? Ziet er nou uit van wel. Ja, we hebben nummer 1 gehad. Oké, top. Dan kunnen we dus... Was dit de kaart van de... Ja, oké, dan kunnen we die dus lekker wegdoen. Zo, bam. Dan moeten we de plush gaan... sturen. Ik hoop dat die goed is. Ik denk het niet, maar... anders moeten we die gaan leren maken. Ja, hij is niet goed. We moeten deze wel gaan craften. Alleen hoe we dat gaan doen? Geen idee. Tape erop rammen. Kan je toch niet maken naar zo'n kind. Oké, we moeten misschien even kijken hoe we zo'n beest gaan maken. Maar ik weet dus niet waar... Oké, laten we gewoon de laatste letter in ieder geval ontvangen. Dan kunnen we niet even checken. Laat ik heel snel deze even in mijn broekzak steken. Oké, we hebben hier een ding. Geliefde kerstman, hoe gaat het met je? Ik was een goede jongen dit jaar. Of ik was lief dit jaar. I really want a pony. Dus diegene wil heel graag een pony. Thank you, say hi to the elves. Sally. Dus ik wil heel graag een pony. Wrecking pony. Pony, deze moeten we hebben. Oké. Dus C3, D4, B2, A4, D3. Dus ik weet dat we A4 nodig hebben. We kunnen gewoon hem even hierboven houden. We hebben dan ook nog B2. D3. Dat is deze. D4 en C3 nodig. Badabing badabong. Een toymaker. Komt daar dan een paardje uit? Daar komt een paardje uit. Die kunnen we ook meteen lekker wegsturen. En dan moeten we alleen nog even kijken hoe we die beer gaan maken. Want dat is wel even een probleem. Hoe gaan we die beer maken? Hoe lang hebben we nog de tijd? Ja, oké. Die was goed. We krijgen zeker geen andere letters meer. Nee. Oké, we moeten nu gewoon op de beer. We hebben nog 7 minuten de tijd om die beer te gaan maken. We hebben hier wel een... hoe gaan we die beer maken? We hebben dus een kapotte beer. En ik denk dat we dus iets moeten van... Ja, naaien of zo lijkt het wel. Ik kan dus niet in dit laadje. In dit laadje dus ook niet. Oké. Nogmaals, een plush bear. Dat is wat er uit deze brief kwam. For Christmas I want this. En dan is dat die X04 en die 5W2. Daarmee moesten we wat gaan doen als het ware. Hebben wij nog ergens laadjes die ik niet zie? Dat zou misschien nog wel kunnen. Oh wauw, kijk! Hier hebben we dus een vormpje en die staan ook hierop. Oké, de bovenste... Ik gok even dat we het zo moeten doen. Rood, groen. Onderste is geel, blauw, rood. Oh, wauw, dat gaat nu open. Toy material, toy type. En die andere is groen. Doen we die even. Groen, rood, geel. En dan geel, groen, blauw. Dan gaat die andere la open. En daar is het Nijssel dingetje. Kijk. Hij is mooi en af. Hij kan gestuurd worden. Hasta la vista, baby. Het kostte me serieus iets van... Ja, heel veel tijd. Op de seconde na nog gehaald, of niet? Het zou zonde zijn dat ze hem niet hebben gehaald, hè. Ik denk niet dat we het net op tijd niet hebben gehaald. Laten we kijken. We hebben A1. C2, C4 en B3. Nou, laten we dat er maar even invoeren. A1, C2, B3 en C4. There you go. Wordt er nu een sleutel gemaakt of niet? Dat is de vraag. En daar is de sleutel. De sleutel gaat erin. En we zijn vrij. And there we go. We zijn ontsnapt. We hadden een hintje nodig. Ik zat daadwerkelijk vast bij dit ding. Ik dacht al, wat moet dit voorstellen? Wat moet ik met de kerstboom doen? Kijk wat voor rotzooi er ik van heb gemaakt. Maar we zijn ontsnapt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze weer leuk. Doe dat duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even weten of je dit vaker zou willen zien. Of ik vaker een escape room doe. Want er zijn nog heel veel escape rooms die ik zou kunnen gaan spelen. En misschien met iemand anders samen. Top! Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een like achter te laten, een comment achter te laten. En vergeet niet te abonneren natuurlijk op mijn kanaal. Doe dat belletje aan.
En dan zie ik jullie hopelijk bij een volgende video weer terug. Laters. Doei!